Hallo en welkom allemaal op mijn YouTube kanaal en bij een nieuwe process video voor mijn Project Life album. Ik ga vandaag een Project Life pagina maken die past bij de Scrapbook pagina die ik vorige week gemaakt heb. Ik doe dit ook met de papiertjes van de B-side collectie van BC Cray. Ik ben gewoon helemaal fan nog van deze papiertjes en alles. Dat ik ook echt snel weer aan de gang gegaan ben met de pagina die ik in mijn hoofd had om daarnaast te maken. Er komen ongetwijfeld nog meer pagina's met deze papiertjes. Maar ik wilde heel graag in mijn Project Life album van 2015 een beetje ons gevoel over opvoeden en wat geluk we hebben dat we twee kindjes hebben en hoe we ervoor staan en hoe dat in 3 jaar zo gekomen is. Dat wilde ik een beetje vastleggen in mijn 2015 album. En daar was die grote pagina voor. En deze pagina, daar komen 3 fotootjes op. Eentje van ons als papa en mama, als eerste papa en mama, met alleen Robin. Eentje van Robin en Matthijs als babytje en eentje van Robin en Matthijs van nu. Dus het zijn heel weinig foto's, zeker voor een Project Life pagina. Maar ik vond het wel heel erg leuk om te doen. En zeker ook omdat dit gewoon een papiercollectie is met een 6x6 paperpad. En wat heb ik gebruikt? Een die cut set en een setje met frames. En ik denk dat ik nog wel 4, 5 pagina's hiermee kan maken met dit setje. Dus dat is echt wel leuk en waar voor je geld. Want je bent bijna geen geld kwijt. Daaraan vind ik. Tenminste, het zal ongeveer hetzelfde zijn als misschien als een value pack of zo. Maar door al die embellishments en al die verschillende papiertjes en dingetjes. Ja, is het echt wel leuk. Kan je het en voor scrapbooken makkelijk gebruiken en voor... En voor Project Life. Pocket Pages moet ik zeggen. Want Project Life is natuurlijk een merknaam. Wat ik gedaan heb. Ik heb allemaal papiertjes uitgezocht uit mijn 6x6 paperpad. En de embellishments allemaal een beetje op kleur uitgezocht. En ik heb alleen de zwarte, de grijze en de groene gepakt. En de papiertjes heb ik grote kaartjes van gesneden en wat kleine kaartjes. En ook een beetje in die grijs-groen tinten met hier en daar een geel en roze accentje. Omdat ik dat ook op die grote pagina heb gedaan. Hier zie je de foto's die ik erbij gebruik. En dit is de pagina aan de andere kant. En die gouden letters, omdat die toch best wel opvallen, wil ik ook terug laten komen in deze pagina. En ik ga denk ik zo waar deze stickers opmaken. Het is denk ik voor het eerst dat ik een stickerset op ga maken. Maar dit is er eentje van. Het grappige is dat ik hem eigenlijk niet eens zozeer zelf uitgezocht had. In de winkel zou ik hem ook misschien eens gekocht hebben. Maar hij zat bij een workshop kit die we samengesteld hadden. En daar zat deze bij. Maar ik vind het leuk. Het past zo goed op pagina's en het maakt het helemaal af. En goud, ja, dat is nou eenmaal toch wel mijn dingetje aan het worden. Dus ik denk dat ik hem zo waar op ga maken. Dus dat vind ik wel leuk, dat je een keertje iets hebt waarvan je in eerste instantie denkt, nou, dat is het niet. En vervolgens raak je daar een beetje verliefd op. Ik ga alle dingetjes die ik los heb liggen, nu, waarvan ik weet dat ze op die plek komen, ga ik vastzeggen. Vastplakken en... Zodat het niet allemaal zo schuift en dat het niet zo los gaat liggen allemaal. Die eerste foto, het grappige is dat dit eigenlijk ook allemaal fotootjes zijn die ik gewoon nog had liggen. En ik denk dat die ook wel een beetje de inspiratie voor deze pagina geweest zijn. Om die te maken, want ik druk wel eens fotootjes extra af. In verschillende maatjes en die liggen dan gewoon op mijn bureau te wachten. Of ik hang ze aan een wasknijperlijntje, als je dat zo zegt. En dan kijk ik daar steeds naar. Vind ik leuk om naar te kijken. Maar daardoor denk ik dat deze pagina tot stand gekomen is. Dus dat is wel grappig.
Maar terug naar de pagina. Ik heb een bennenpunch gebruikt voor dat kleine woodveneertje. En ik probeer een klein embellishment clustertje te maken met dat frame. En het wil nog niet helemaal met dit clustertje. Dat frame wil ik heel graag gebruiken. Maar ik wil ook weer niet dat je ziet wat eronder zit. En, dus het was eventjes wat lastig. Maar ik geloof dat het uiteindelijk wel goed gekomen is met wat extra embellishments. Al deze zwarte vierkantjes met tekstjes, die komen uit de frame set. Dus dat in alle framepjes zitten kleine die-cuts en embellishments. En vooral deze zwarte woordjes zitten erin. Die vind ik echt heel erg leuk. Dat rondje, zwarte rondje met het hartje zegt love this. Die us die zit nog niet vast. Ik geloof dat dit ook eindelijk op een ander plekje terecht komt. Maar ik wilde natuurlijk die gouden stickers gebruiken. Nu heb ik mijn voorbeeldpagina niet hier naast me liggen. Maar ik geloof dat ik uiteindelijk nog de You and Me ook nog gebruik. Ik heb de achtergrond van het stickervelletje er even op laten zitten. Zodat ik er wat beter mee kan schuiven. Ik breng wat accentjes aan met een monotone stift. En dat is een verfstift en die is gewoon lekker dekkend op foto's en op papier. En je zou ook eventueel een Sharpie kunnen gebruiken, een witte Sharpie of een Signal Uniball White Pen. Dat is zo'n lang woord, moet ik dat even voor nadenken. Dit wordt mijn titelkaartje met lekker veel laagjes. En Dalish is niet echt een woordje wat ik snel zal gebruiken. Dus ik gebruik gewoon dat hele labeltje als onderdeel van mijn embellishment cluster. En dan vind ik het ook gewoon, ja, je ziet er niet zo heel veel van. En toch brengt het wel echt extra in de interesse erin. Ik gebruik hier het woordje captured, want dat is het natuurlijk. Al deze foto's zijn vastgelegd. En ik trek een lijntje met die witte pen. Dat doe ik ook op dat houten bannertje. En omdat al deze die-cuts uitgedrukt nog moesten worden, zitten overal van die kleine haaltjes aan van papier. Daar heb ik echt een hekel aan, dus die knip ik altijd overal vanaf. Ik zie dus mensen het niet doen en dan denk ik, oh dat is zonde, het ziet er zo onaf uit. Maar goed, het is ieder zijn eigen smaak. Het is een dingetje van mij, ik stoor me daar altijd aan. Om wat extra roze terug te laten komen in de kaartjes. Doe ik die zwarte woordtitel framepjes dingetjes nog even mat op een roze papiertje. Die bannertjes of die labeltjes, nee, framepjes. Het is al laat jongens, sorry. Die framepjes die zijn net ietsje kleiner dan 3x4. Dus er moet wel een kaartje onder. Dat had ik niet helemaal verwacht, maar het is wel zo. Uiteindelijk met in de hoesen schuiven moest ik uiteindelijk van het kaartje nog wel iets afhalen. Ik heb de achtergrond van het groene framepje gewijzigd in zwart, want dat kwam veel beter uit. En de us is ook daar naartoe gegaan. En nu is dat kaartje, zegt dat kaartje, love you us so. Dat is een beetje een rare, beetje raar zinnetje, maar ik bedoelde meer van, ja, weet je, I love you so, maar I love us so is het eigenlijk geworden. Ik gebruik de grijze lettertjes van Jelly Bean Soup. Die heb ik ook op de andere pagina gebruikt. Dus ik probeer het allemaal een beetje terug te laten komen, zodat het wat past. Correctie, ik wilde die gebruiken. Ik wilde bij elke foto het jaartal toevoegen. Wanneer die genomen is. De bovenste foto is 2012. Toen was die al 1 jaar. De tweede foto is 2013, want er was de jongste was daar een halfjaartje. En de onderste foto is 2015, want dat is nu. Ze zijn nu 4,5 en 2,5. Die half is heel erg belangrijk. Ze worden in februari en maart worden ze 5 en 3. En het is gewoon een hele leuke periode. En ze beginnen ook echt jongens te worden. We moeten echt wat strenger gaan worden met opvoeden. En daar gaat deze pagina vooral ook over. Uiteraard hoef je natuurlijk helemaal geen foto's van jongetjes hierop te plakken. Maar het kan ook gewoon je weekly proxy life zijn. Of een evenement van een bruiloft misschien ook wel. Oh ja, dit is ook mooi voor een bruiloft.
Ik ga deze kaartjes misschien wel voor trouwfoto's doen. Die groen, dat groen en die zachte bloemetjes. Goed, ander verhaal. Wat was ik aan het doen? Ik doe wat nietjes toevoegen op alle pagina's. Hier kwam ik erachter dat mijn kabeltje van mijn telefoon niet vast zat. Dus die prop ik er nog even in. Want het zal niet de eerste keer zijn dat de camera stopt met filmen omdat die leeg is. Of vol. En dan niet vol als in batterij, maar vol als in geen geheugen meer. Dat is ook de reden waarom er niet altijd overal zoveel filmpjes van zijn. Omdat ik daar nog wel een beetje klungelig in ben. Maar goed. Dit scallop tape is van Pebbles. De DIY collection. En de eerste instantie dat ik hem binnenkreeg, dacht ik, jij bent groot. Daar had ik niet zoveel rekening mee gehouden. Maar nu ik hem eenmaal binnen heb en nu even gebruikt heb, dit is zulk mooi glitter tape in de vorm van een halve cirkel. Het is echt, ik ben er zo gelukkig mee. Dit ga je nog op heel veel pagina's terugzien. Sorry mensen, als je niet van goud houdt. Dit vind ik echt heel erg leuk. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb die scallops gewoon afgeknipt. En zoals als een laagje papier gebruikt. Het is zelfklevend. Heel mooi dun stickerlaagje zit erop. Het geeft niet af. De glitter. Het stickerlaagje geeft wel af. Nee. Dus hier gebruik ik hem als mijn embellishment clustertje. De labels pakken er ook goed op het lijm. Ik heb wel eens eerder met glitterpapier gewerkt. En daar pakte echt helemaal niks op. Dat moest je echt alles vastnieten. En nu heb ik het ook wel gedaan. Maar nu was het echt echt decoratief. De strookjes die ik van de halve rondjes afknip om ze wat kleiner te maken, die waren echt perfect om bannertjes van te maken. Dus dat heb ik ook gedaan. Zodoende zit er op, ik denk elk of bijna elk kaartje wel iets van glitter. En ik vind ze helemaal leuk geworden. Toen ik eenmaal met dat tape aan de slag ging, toen je ziet me ook sneller werken, waar raakte ik helemaal geïnspireerd. En zag ik dat helemaal goed ging. Ik heb deze pagina in ongeveer 45 minuten gemaakt. Richting een uur misschien. Sorry voor mijn hoofd daar in beeld. Ik heb geen idee wat ik aan het doen was. Ik heb vorige week mijn cameraopstelling even uitgeleend voor iets anders. En nu heb ik een beetje moeite met het terugplaatsen van de camera. Dus je ziet ook meer van mijn armen en van mijn sjaal en zo. Als normaal. Maar het is dat of je ziet alleen maar de bovenkant van mijn snijmat. Want hij zakt steeds naar beneden. Dus mijn telefoon hangt nu aan een Gorillapod frame, dat deed hij altijd al, maar nu met elastiekjes, want hij zakt gewoon naar beneden. Ik krijg het niet voor elkaar om het beter te doen. Ik heb wel beter licht, vind ik zelf. Ik hoor graag of je verschil ziet. Ik heb een daglichtlamp gekocht en de planning is om hem aan de andere kant ook nog te kopen. Want zoals je ziet, op de linkerkant is alles een beetje lichtgelig. En aan de rechterkant is alles wit-wit. Dus dat, daar moet ik nog even aan werken. Maar ik denk dat daar nog zeker verandering in gaat komen. Want ik heb grootste plannen met YouTube. En met procesfilmpjes. Ik vind het zo leuk om te doen. En om iedereen dingetjes te laten zien en te leren. Dat ik er veel meer wil maken. Dus dat vind ik echt leuk. Hier ga ik nog iets van een bannertje toevoegen. Een strikje wordt het uiteindelijk. Dan is dat roze ook een beetje terug. En ja, ik ga toch overstag voor de grote U. Oh, hey wordt het. Niet de U en me, het wordt de hey. Maar dit is mijn pagina geworden, denk ik zeggen. Ik weet het alweer. Nee, dit is het nog niet. Ik ga er nog meer mee doen. Ik wil de Hey You Too doen, omdat het twee jongens zijn. Maar ik vond de letter niet mooi genoeg. Dus ik ga nu wat meer journaling toevoegen. Hier maak ik met gele stickertjes. Die zijn van Webster Pages.
maak ik ons gezin, dat zet ik daarboven. Helaas was deze niet heel goed gesneden, dus je moet ze even met de schaar losknippen, maar dat is geen probleem. Ik voeg ook wat stempeltjes toe. En ik ga dus wat stempeltjes toevoegen. Ik voeg toe Happy Life, geloof ik. Hashtag My Happy Life voeg ik toe. En deze stempel heb ik nog niet eerder gebruikt. Dus ik ging ermee aan de slag met de witte inkt. En zoals je ziet dekt hij niet heel erg goed. Maar bij elke keer dat ik hem afdruk, wordt hij iets scherper. Ik wilde hem wel heel scherp hebben op mijn foto in het zwart. En één trucje daarvan is om hem even in Distress Ink, Embossing Distress Ink of Versamark te doen. En dan pas door je gewone inkt. Dan pakt het allemaal wat beter. Ik voeg nog wat witte streepjes toe. En dit is hem. Je krijgt nu wat close-ups te zien. En ik hoop dat je het leuk vond om te zien dat je niet altijd Project Life kaartjes hoeft te gebruiken. Maar je kan ook gewoon een keertje 6x6 paperpad of gewoon papier gebruiken op maat snijden. En zo je paginaatjes maken. En mocht je het een leuk filmpje vinden, geef hem dan een thumbs up. Dan weet YouTube ook dat je dit een leuk filmpje vindt. Dan weet ik dat je een leuk filmpje vindt. En mijn website is www.martinerijnbeek.nl. En je kan me ook vinden op Facebook onder die naam. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.